Yes jongens, welkom bij weer een nieuwe YouTube video op mijn YouTube kanaal geweest. Mijn naam is Jelle, vandaag zijn we wel eindelijk bij de 7e aflevering van Road to Team of the Year. Ik had het vorige keer fout, maar dat geeft op zich niks. Vandaag een beetje een andere aflevering. We hebben natuurlijk Division Rival en Weekend League Awards gekregen en de Marquee Matchups, waardoor we nu op 130 packs staan. Ik wil eventjes met jullie een klein gesprekje hebben over de packs zelf. Dat gaan we dadelijk even doen. Daarna ga ik met jullie alle stappen doornemen die ik zet naar het grinden van de League SBC's. Want als ik geïrriteerd raak van gameplay, wat dus net het geval was, en dat hoeft niet altijd per se met gameplay te maken te hebben, dat kan ook zijn omdat ik verlies, daar kan ik niet zo goed tegen, hè? Sorry. Dan wil ik heel graag de menus grinden en ik wil jullie eigenlijk wel laten zien hoe ik dat nou precies doe. Dus ik ga helemaal van bronze packs naar silver upgrade packs, naar de League SBC's, naar hoe je dat gewoon efficient doet, hoe je dat leuk kan maken voor jezelf, want heel veel mensen vinden die niet zo leuk. Ja, ik geniet er heel erg van. Maar we beginnen even met de packs. Wat ik heel erg merk is dat ik gewoon weinig gold spelers in mijn club heb zitten. Dat komt natuurlijk omdat ik geen packs open. Daardoor kost iedere SBC best wel veel geld. Dus als ik bijvoorbeeld de Marquee Matchups ga doen, dan moet ik echt driekwart van de spelers kopen omdat ik de spelers gewoon niet heb. Dus wat ik voorstel, ik ga het niet nu nog alsnog doen, maar ik ga dat, voor jullie is dat nu niet echt relevant, maar voor volgend jaar. Ik heb alle 15k packs die ik gekregen heb, die heb ik gesaved. Ze staan er nu niet tussen, maar alle 15k packs heb ik gesaved. Ik denk dat ik die volgend jaar gewoon ga openen, zodat mijn club gezond opnieuw gevuld kan worden met gouden spelers. Zodat ik meer SBC's kan gaan doen en ook bijvoorbeeld de gouden spelers van de League SBC's gewoon kan packen in plaats van dat ik die moet kopen. Dus ik denk dat dat iets meer efficiënt is om iets minder coins te verspillen. Want ik heb denk ik al 200k uitgegeven aan van alle SBC's die ik gedaan heb. Zowel de League SBC's als de Marquee Matchups. Gewoon om al die spelers te kopen. En dat is gewoon zonde van mijn geld. Dus ik ga dat volgend jaar doen. Ik ga nu niet alsnog daar naartoe overstappen. Want we hebben nu al 130 packs, dus dat is gewoon zonde. 130 packs gaat trouwens echt fucking goed. We zitten bijna op de helft van de grind. En we zitten ook bijna van de helft van het aantal packs wat we willen behalen, namelijk 300. Dus we gaan gewoon lekker verder. En dan wil ik nu even met jullie kijken naar de bronze packs. Ik ga jullie even de regels uitleggen van hoe ik bronze packs open. Het idee is dus dat je van 400 coins elke keer je club blijft storen met spelers. Dat je al je spelers die je kan verkopen, die sell je. En de rest die stoor je gewoon in je club. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld een Libertadores speler. Die zou je kunnen verkopen voor 700 coins. Alleen ik hou hem gewoon in mijn club omdat ik deze League SBC wil doen. Dus dan ga ik hem niet verkopen. Alle main nations, of alle main leagues, dat zijn de Premier League, de Ligue 1, de Bundesliga, de Serie A en de La Liga. Die sla ik allemaal op als ik de spelers nog niet heb. Ook al zijn ze 1000 of 1500 coins, sla ik ze nog op. Als ik de spelers dan duplicate pack, dus nog een speler van de La Liga die ik duplicate pack, dan sell ik hem natuurlijk wel. En dan kan ik gewoon de winst terughalen uit mijn bronze packs. Maar op die manier heb ik van iedere main league heb ik allemaal bronzen spelers in mijn club zitten. Waardoor ik die main league straks heel makkelijk die league SBC kan doen. Voor de rest sla ik natuurlijk de andere leagues op waar de league SBC's voor zijn. Dus de Lip, de Sud, de Saudi League, dat moest ik hebben. En er is er nog eentje, de MLS. Die sla ik ook allemaal op. En als ik die duplicate heb, verkoop ik die. Afgelopen week selde de tweede league van Engeland, die selde heel erg. En de Eredivisie, omdat daar natuurlijk de objectives van waren. Dus dat is een beetje hoe het gaat. Ik ga met jullie gewoon nu even naar deze eerste. Er zit niet zo heel veel bijzonders in, behalve de ene speler die ik kan gebruiken voor league SBC's. Maar ik heb dus nu al 3 bronzen spelers gekocht voor maar 400 coins, terwijl het me eigenlijk 600 had gekost. Nou, je ziet dat die ene speler was best wel al veel waard. Ik ga even een uurtje bronze packs openen. Iedere keer als ik bij één bronze pack kom, waar weer. Nou, hier hebben we weer een Sud-Americana speler. Dat is super chill. Elke keer als ik weer bij een League SBC kom of een bronze pack waarin ik iets kan laten zien aan jullie van wat moet je nou doen, wanneer. Laat ik het jullie gewoon zien. Kijk, hier hebben we weer een MLS spelertje erbij. Die kunnen we gebruiken voor onze MLS League SBC. En for some reason, ik denk dat deze wel zelt voor 200. Dus ik ga hem gewoon listen. Kijk, hier weer een MLS speler. Die heb ik al duplicate. Die heb ik al in mijn club zitten voor deze daadwerkelijke SBC. Hij is 300 coins, dus ik ga deze gewoon lekker sellen voor 200. En dan hebben we de helft van onze pack alweer teruggekregen. Super chill. Kijk, weer een Lip speler. Dat is super nice. 1800, dus die ga ik lekker bewaren.
Deze is van de MLS, dus die heb ik ook nodig. Die ga ik ook bewaren. En deze is ook van de MLS. Jazeker, dus die kan ik verkopen voor 400 coins. En heb ik dus voor de prijs van mijn pack, ik kan deze gewoon verkopen voor 400, heb ik deze twee spelers die ik kan gebruiken voor mijn league, in principe gewoon gratis gekregen, in principe. Kijk, en hier hebben we dus, deze speler heb ik ooit een keer opgeslagen. Deze is van Stuttgart uit de Bundesliga. Ik pack hem nu nog een keer, even kijken hoeveel die waard is. Boom. 700 coins kan ik hem verkopen. Dat zijn dus bijna twee brons packs en deze drie spelers kan ik gewoon gratis opslaan in mijn club. Dan vraag je jullie misschien af, Jelle, waar heb je nou die spelers voor nodig? Die je packt uit bronze packs die niet van de league SBC's zijn. Die heb ik dus nodig om de silver upgrade packs te doen. Ik ga er niet al te veel doen straks, want over 2 dagen gaan de... welke zijn dat? De league en de Saudi League die verlopen. Dus ik verwacht dan dat er nieuwe league SBC's komen. Dus ik wil niet de leagues die nu geen league SBC hebben, maar de potentieel wel in kunnen krijgen, die wil ik niet in upgrade packs gaan stoppen. Met het gevaar dat ik al mijn spelers kwijt ben als straks de league SBC dropt. Dus, maar dat zullen jullie zo wel zien. Ja, ik weer een MLS-spelertje. Deze is van Twente, die zelt ook. Dus die ga ik ook verkopen. Dat is al 200. En ik zie dat ik hier een dubbele heb uit de League 1. Oef, dit is lekker. Weer 700 coins erbij. Boom. Ja, dat wil ik ook meteen even met jullie over hebben, jongens. Als jij zelf bronze packs gaat openen, ga nou niet verwachten dat je binnen 10 packs of binnen 20 packs dat je winst gaat krijgen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het is een long-term investment, dus je groeit er nu coins in om die spelers op te slaan om die league SBC's te kunnen doen. Maar long-term ga je er dus allemaal packs terug uitkrijgen waar je dus betere spelers... waarom is deze duur? I don't know. Waar je dus betere spelers uit kan gaan packen die jou het geld terugbetalen wat jij erin hebt gestopt. Dus ik heb nu al 4k gedropt aan packs, maar dat betekent niet dat ik daadwerkelijk ook verliezer op ga maken. Het is gewoon ook iets wat je... kan doen tijdens dat je een ander filmpje aan het kijken bent. Je hebt er niet heel veel concentratie voor nodig. En hier en daar hit je een keer een speler die meer dan 1000 coins waard is. Goed voor jou, super chill. Je hoeft trouwens niet de main leagues op te slaan als je dat niet wil. Als je zegt, nou, ik wil ze gewoon meteen sellen om meteen mijn geld terug te krijgen uit de bronze packs. Prima, dat is jouw keuze. Ik bedoel, ik doe het zo, jij kan het op een andere manier doen. Iedereen moet dit op zijn eigen manier leuk vinden. En als je dit niet leuk vindt, dan ga je gewoon lekker weer gameplay spelen. Oeh, deze is extinct. Oké, ik ga deze nu niet voor 10k listen. Ik denk dat ik het gewoon voor 700 doe en dan gewoon kijken of die ooit zelt. Want anders dan gaat hij niet voor 10k zellen. Dat gaat echt niet gebeuren. Kijk, hier hebben we een dubbele duplicate van de eerste league van Spanje, van de La Liga. Die zelt ook weer voor 700. En zo easy kan het zijn, jongens. Gewoon terug winst halen uit je packs, waardoor het helemaal niet zo duur gaat zijn om die packs te openen. Best wel easy. Oh, een Franse manager. Ja. Dat is lekker, hé. Even kijken, hoor. Ja, het is gewoon easy 4k. Boom. En dat geluk kun je dus ook hebben. Als je Frans of Nederlandse manager packt, dan ben je binnen. Dan heb je gewoon weer 10 gratis bronze packs. Deze is van de MLS. Die zat ook weer. Hoppatee. Gaat lekker. En dit doe ik net zo lang, jongens, totdat mijn tradepaal vol staat met spelers. En dan ga ik een keertje upgrade packs doen. Alright, ik heb zo'n 20 minuten aan league SBC's gedaan. Ik heb gezien dat inmiddels de trainer verkocht is. Want ik heb ineens 4k erbij gekregen. Dit is wat we ineens allemaal geseld hebben. En de rest staat nog op de tradepaal. Dus dat is super chill. Ik had 10k uitgegeven ongeveer. Ik ging van 4,99. Of waar stond ik op? 4,97 naar 4,87. Zoiets 4,88. Ik heb nu alweer 4,93 terug. En we hebben heel veel bronze packs geopend. Wat ik dus daarna doe, is dat ik naar de upgrade packs ga. En dan gaan we bronze upgrades doen. En met alle spelers die ik niet meer kan gebruiken, die gooi ik hierin. En dan kunnen we dus weer silvers uitpakken die ik kan gebruiken. Dus we beginnen bij de Tsjechische League. Daar hebben we niks van. Dan gaan we naar deze league. Daar heb ik er 3 van. Hier krijg je nooit een league SBC van. Dus die kan ik gewoon simpel inleveren. Hetzelfde geldt voor deze. Die kan ik er ook in gooien. Ukraine, daar heb ik ook niks van. Super League, daar zou een SBC van kunnen komen. Dus die ga ik nog eventjes bewaren de komende dagen. Ik heb niet zo heel veel spelers zo te zien. Dus dat betekent, gisteravond heb ik weer 40 silver packs gemaakt. Dus ik had niet zo heel veel brons meer in mijn club zitten. Maar dit is gewoon puur even om te laten zien welke league je er nou wel aan doet, welke niet. Normaal zou ik dus de Turkish League wel doen. Maar de kans is aanwezig dat de Turkish League zou komen in de komende dagen. Volgens mij is van deze league is nooit een league SBC van de Ierse League. Hier ook. Oh, dit is zilver. Even mijn dingen aanzetten. Hier zou wel een league SBC van kunnen komen. Scottish Prem. Hier niet van, dus die kan ik ook ingooien. Poolse League komt ook nooit een league SBC. Dus die kan ik ook helemaal doorheen. Typhoon.
Oké, ik ga het even hierbij laten. Normaal zou ik ook de tweede en derde leagues van alle main leagues doen. Dus de Duitsland 2 en de Duitsland 3 en zo. En dan bewaar ik alleen de Engeland 3 en 4 bewaar ik meestal. Zodat ik met die spelers SBC's kan doen waar je ook bronzes in mag gooien. Bijvoorbeeld waar je 5 gouden spelers nodig hebt en de rest mag brons zijn. Dan gooi ik die er gewoon in. En dan heb ik altijd spelers over om SBC's mee te doen. We stonden net op 130 packs. We hebben weer iemand verkocht zo te zien. Super nice. Dus ik ga even kijken hoeveel zilver packs we nu bij elkaar hebben. Normaal heb ik er echt iets van 40, 50. Nu zal het niet zijn. Ik heb 6 zilver packs nu gemaakt. Ik ga even naar de store of naar de webapp om ze te openen. En dan zie ik jullie zo terug. Alright, aangekomen op de webapp zie ik dat we nog een bronzen pack cadeau hadden gehad. Dus die openen we nog even. Nou, die zal niet heel veel waard zijn. Geen League SBC player volgens mij. Engeland 2, Engeland 3. Is dit nog iets waard? Engeland 2. Ja, zeker weten. 400 coins. Lekker, lekker, lekker. Uit een gratis packje, dat is niet vervelend. Boom. Ja, die kan ik gewoon quicksellen en dit naar mijn club sturen. Let's go to the silver packs. Oh, hier zo. En hier zit dus 1 zeldzame en 1 niet zeldzame in. Kijk, die is er dus Nunnally van Willem 2. Dat is al een hele goede als de League SBC van Eredivisie uitkomt. En die van Duitsland 2, dus dat boeit niet zoveel. Die gaan we gewoon opslaan. Je kan ze niet verkopen, want het is untradable. En we willen eigenlijk even eentje packen die we nu kunnen gebruiken in de huidige League SBC. Die is van Porto. Ook een hele goede kaart dit, want centerbacks zijn altijd heel duur. Kijk, dit moeten we hebben. Red Bull New York. Daar hebben we dus nu een speler van gepakt. Uit bronze packs krijgen we dus een zilver die misschien wel meer dan 1000 coins waard was geweest. Die je nu gratis in je club hebt zitten. Even kijken. Dit is een doelman van Leicester. We hebben goede packluck, jongens. Dit gaat zeker goed. En nog eentje van de MLS, van Houston. Dus we gaan dadelijk even naar de MLS SBC om te kijken of we daar al genoeg spelers van hebben om weer een nieuwe SBC te kunnen doen. Dan de volgende is Raimaniak. Die is van de Bundesliga. Kijk, dat is ook weer een goede kaart om in je club te hebben voor de League SBC van Duitsland, die er nog niet is. Even kijken. Dan heb ik hier. Oeh, dit is van Cagliari. Dit is uit de Serie A. Dit is ook ziek nice dat ik die heb. Oeh, daar gaan we zo ook even naar kijken. En dan heb ik er nog eentje. En dat is... Oeh, van Stuttgart. Ook van de Bundesliga. Dit is een zeer goede run, jongens. We hebben echt heel veel usable spelers gekregen. En zo zie je dus maar dat je uit die zilver upgrades kun je spelers packen die normaal 2-3k kosten om de League SBC te voltooien. En dat hoeft dus nu gewoon niet meer. Uit, terug op de console. Ja, console. Het is niet echt console, want ik speel natuurlijk op PC. Weer 2 spelers verkocht voor 200. Dat is super chill. Dan gaan we nu eventjes naar de League SBC's. En je zag net dat ik dus ook heel veel van die Condable spelers packte. Deze 2. Dus die kun je na verloop van tijd, ik weet niet of ik er hier weer genoeg voor heb, kun je deze gewoon doen. Als je hier 65 rated hebt en je packt hier weinig zilvers van, dan koop je gewoon 9 bronzes van 64 die 200 coins kosten of je packt ze. En dan koop je daar 2 gouden spelers bij. Dan kost deze SBC wat is het? 2k, 1,5k of zo. Dus dat is best wel easy om te doen. Maar we gaan nu eventjes naar de MLS. Want ik heb van... Waar was ik? Ik heb deze net afgerond 1 keertje. Maar van New York Red Bulls hadden we een zilver gepakt. Ik weet niet of we hier nog meer spelers van hebben. Ik zal sowieso even nu per team kijken wat we allemaal hebben. Maar ik ga eventjes speciaal naar deze kijken. Oh ja, we hebben nu al 2 spitsen. Dus dat is heel chill. Eentje is wel off chemistry, dus dat is wel vervelend. Maar je kan altijd 1 of 2 spelers off chemistry hebben. En deze zijn goed voor de rating. Dus dat is wel dikke prima. Nou, ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal alweer heb van de MLS. Ik heb de MLS na mijn vorige video gecomplete. Dus dat was op woensdagavond of op donderdag heb ik dat gedaan. En sinds die tijd heb ik alweer 3 spelers van Whitecaps, 2 spelers van Toronto, niks van St. Louis, 4 spelers van deze club, van Sporting. Earthquakes heb ik alweer 3, Seattle Sounders eentje, deze heb ik alweer 4. Portland Timbers heb ik er 2, Philadelphia heb ik alweer 4, Orlando City nog 0. Nou, deze daar hebben we net, daar hadden we er 2 van. Hier heb ik alweer 2 van, hier eentje. Hier nog 0, want die ga ik niet inleveren. Hier 1, 3, 1. Ja, ik denk dat ik die niet ga inleveren. Dus 1, 5. Dat is echt heel nice. Eentje, 3. Holy shit, hier heb ik er al 6 van. Olocadia speelt daar. En Sien de Jong. Oh, dat is lachen. 6, dus die zou ik eigenlijk al mogen doen van mezelf. Want ik heb altijd, als ik 6 of meer spelers van 1 club heb, dan mag ik de rest kopen. Anders dan moet je heel lang, je gaat nooit alle 11 spelers packen. Hier heb ik ook alweer 6 van, super chill. 0, die doen niet mee geloof ik. En dan nog Atlanta heb ik 1 van. Dus je ziet dat ik er nu gevarieerd tussen 0 en 6. En bij de meeste heb ik eigenlijk al best wel veel.
En dat is van 2 dagen bronze packs openen en zilver upgrades. Dus als ik dit nog 4 dagen volhoud, dan kan ik heel die SBC weer opnieuw doen. En hier kun je echt 13 goede packs van krijgen. Dus dat is hoe ik de League SBC's doe. Ik zal jullie de rest niet laten zien. Ik ga nog eventjes naar Cagliari, want ik weet dat ik er daar een van gepackt had. En die had ik er al... Juist, dus dit is nu de speler die de 5e hier... waarvan ik dan de 5e krijg. En aangezien ik 1 dicht slot heb hier, en dat is de keeper, ga ik deze dus nu voltooien, want ik heb nog maar 5 spelers nodig. Hopelijk is dit niet te duur. Even kijken hoor. Dit is meestal het duurste team. En ik heb hier heel veel gouden spelers van, dus dat is super chill. Ik zie dat Pereiro hierbij zit. Ah, nice. Deze zijn allemaal fucking goedkoop. Kijk, hier een center forward, 750. Oh, dat is echt super nice. Dan heb ik deze SBC voor, wat is het? 3k heb ik deze gedaan, terwijl dit eigenlijk altijd een van de duurste teams is. Super nice. Kijk hoe duur normaal deze kaart is, want ik denk jongens dat de centerbacks uit dit team echt mogeltje duur gaan zijn. Ja, dat dacht ik al. Ja, zie je dus de centerbacks hier. De eerste gewone centerback is 1.9k. En iedere centerback is dus nu 2.8k. En ik heb dus deze guys allemaal untradable gepackt. Waardoor ik ze nu gewoon in mijn League SBC kan gooien. En welke pack krijgen we hiervoor? Een Small Prime Mix Player Pack, wat best wel een prima pack is. Die kunnen we er weer erbij zetten. We hebben weer terug 130 packs. Want die ene pack was die bronze pack die ik net geopend heb. Dat is jongens hoe ik de bronze pack to silver upgrade to League SBC en alles grinden. Het enige wat ik niet heb laten zien is de of leagues, silvers. Die kun je ook nog in de gouden upgrade gooien. Dat je er 3 non-rare gouden voor terugkrijgt. Doe dat echt alleen met niet League SBC spelers en met of nations. Omdat je die andere ga je altijd nodig hebben. Maar verder heb ik alles denk ik wel in video staan. Mocht je hier nog vragen over hebben, stuur ze vooral in de comments. Vraag ze vooral. Ik kan er een antwoord op geven. Ik vind het super leuk om te doen. Ik kan me voorstellen als mensen dit niet leuk vinden. Maar ja, misschien is dit wel iets voor jou als je de gameplay een beetje beu bent. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Maandag ga ik weer lekker streamen. Volgende week woensdag zijn we dan weer terug met de laatste video voor kerst. En dan volgende week vrijdag is er geen video jongens, want dan is het kerst. Dus dan ga ik geen video uploaden. We zijn bijna op de helft. We zijn ook bijna op de helft van de packs. Hopelijk gaan we tot de 300 komen. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video. En ja, tot de volgende keer.